wat ziek eruit. Ik kom net terug van werk. Trouwens, hoi. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik kom dus net terug van werk en ik heb ook alleen mijn wenkbrauwen gedaan. Maar ik wil jullie meenemen in een proces. Ik mag namelijk van Juice Express een 3-daagse sapjeskuur volgen. Ik heb dat ontvangen. Daar ga ik morgen mee beginnen, maar ik wil nu alvast de intro opnemen. Even kort maar krachtig. Sapjeskuur, wat is het? Nou, van sapjeskuur ga je detoxen. Om gelijk de hoofdvraag te beantwoorden, wil je afvallen? Nee, ik doe het niet om af te vallen. Ik doe het echt om mezelf beter te voelen. Maar ook omdat het gewoon best wel goed is voor jezelf en voor je lichaam natuurlijk. En nou ja, voor de mensen die mijn vlog sowieso al kijken, die weten dat ik paniekaanvallen en zo heb gehad. Afkloppen. En dat ik daar nog steeds middenin zit in dat proces. Dus ik moest sowieso heel mijn voedingsschema al veranderen. Ik mocht geen cola, allemaal frisdranken meer. Dus dat drink ik ook niet meer. Chocola mag ik niet. Nou, van alles. Dus ik was wel een beetje op de gezonde tour. Dus ik doe het eigenlijk vooral voor het mentale stukje. En niet om af te vallen. Laat dat duidelijk zijn. Ook elk lichaam is gewoon mooi zoals die is. En wees vooral blij met hoe je bent. Dus dat. Ik doe het echt om me beter te voelen. En ze zeggen dat je er heel energiek van wordt. En dus mentaal gewoon echt even een detoxje krijgt, zeg maar. Dus alle afvalstoffen uit je lichaam giert. Dus dat is de reden. Goed. Juice Express. Daar heb ik dus de 3-daagse sapperkuur van ontvangen. Ik heb ook een code voor jullie. Met de code FLOOR krijgen jullie korting. Hoeveel? Oh, met de code FLOOR krijg je 10 euro korting en 3 gratis gemberschotjes bij je bestelling. Nou, dat scheelt. Ja, wat ik wil zeggen is dat ik nu alvast de vlog ga openen. Ik ga jullie meenemen in het proces. Morgen moet ik namelijk de hele dag werken. Ik werk dus nu best wel veel. Voor de mensen die dat nog niet weten, ik werk bij een architectenbureau en zit op de marketingafdeling. En ik werk dus ja, wel wat uur in de week. Dus morgen moet ik de hele dag weer werken. Dus ik ben 4 uur thuis en daarna ga ik eigenlijk naar Sander. Dat is mijn vriend. Dus ik zal daar even bij praten hoe en wat. Maar even laten zien wat je dus eigenlijk ontvangt. Nou, ik heb hier nog voor de 2e en 3e dag. Heb ik het in de vriezer, dus het ziet er nu echt niet aangenaam uit. Kijk dan. Maar je krijgt dus oranje sapjes, rode en groene. In de groene zit voornamelijk spinazie, in de rode voornamelijk bieten. En in de oranje voornamelijk wortel met sinaas, sap. Dus ik hoop dat die heel lekker is. Maar wat wel een beetje jammer is, dat je om 10 uur 's ochtends deze moet drinken. Nou ja, en om 10 uur 's ochtends bietensap vind ik niet heel lekker. Dus ik ben benieuwd. Oh ja, en hier dus de gembershotjes die je om 8 uur 's ochtends moet nemen. Nou, wat ik morgen ga drinken heb ik nu in de koelkast gelegd, want dan kan het ontdooien. En ik raad wel aan om in de vriezer te leggen, want dan is het dus langer houdbaar. Dan heb ik hier dus nog eigenlijk een soort van handleiding en zo. Wat je er allemaal mee kan doen, de resultaten, maar hier dus een voorbeeldschema. En hier ga ik mij aan houden. Dus om 8 uur of 9 uur een shotje. Ik maak er 8 uur van, want dan kan ik voor werk nog even snel een shotje doen. Om 10 uur de rode, om 12 uur de groene, om 2 uur de oranje, om 4 uur de rode, om 6 uur de groene en om 8 uur de oranje. Dus deze ga ik aanhouden, maar dan dus in plaats van 9 uur doe ik om 8 uur of 7 uur 's ochtends het shotje, want dan ben ik wakker. Dus morgen gaan we beginnen. Ik ga jullie meenemen, maar wel pas 's avonds. Dus de shotje kan ik wel filmen, maar de eerste 3 sapjes of zo, eigenlijk gelijk de eerste paar sapjes, kan ik natuurlijk niet filmen, want ik zit daar op kantoor, dus dat kan niet. En ik ben ook een beetje bang voor, want als ik het niet lekker vind, zit ik daar. Dus ik neem voor de zekerheid de banaan mee, als ik het echt, echt heel vies vind, bijna flauw val. Maar we gaan er wel voor, dus ik ben heel erg benieuwd. Oké, om een zo realistisch mogelijk beeld te geven, ga ik nu even wegen op de weegschaal. Ik moet zeggen dat ik dat nooit echt doe. Ik vind het wel prima hoe ik eruit zie en ik sta niet dagelijks op de weegschaal. Als ik denk, goh, hè, hier kunnen we wat aan doen, doe ik dat ook wel. Dus ja, het is niet dat ik mijn uiterlijk laat afhangen van mijn of van de weegschaal wat hij zegt. Want ik vind dat dat maar gewoon een getal is. Maar goed, dan kunnen we wel zien hoeveel ik ben afgevallen. Want dat hoort er natuurlijk wel een beetje bij. Ik hoop zelf niet te veel, maar we gaan het zien. En ga jezelf zeker niet vergelijken met mij, want ik ben 18, bijna 19. Ik ben 1,69 en ik eet best wel veel. Ja, goed, daar gaan we. 63,4. Nou, we gaan zien waar dit allemaal naartoe brengt. Het wordt in ieder geval een 3-daagse vlog en ik neem jullie mee in het traject. En ik ben benieuwd hoe ik me ga voelen. En of ik het lekker vind, want als één iemand hier op de wereld
groentesapjes vies vind, ben ik het. Dus als ik het lekker vind, vindt iedereen het lekker. Maar als ik het vies vind, is er ook een grote kans dat jij het wel lekker vindt. Dus goed verhaal, lekker kort ook. Goh, ik heb nog een pakketje ontvangen van Chiquel. Dus die ga ik nog even laten zien. Met de code DELVERJUNE krijg je 20% korting op je Chiquel aankoop. Ik zal het hier wel even in beeld doen. Ik heb dit te leuke bandeau topje in het beige. Die vind ik heel erg leuk, een beetje bruin beige. En deze heb ik in de maatje XSS. Dan heb ik een heel erg leuk paars vestje. En ik heb eigenlijk geen vesten, want ik hou er niet zo van. Maar dit kleurtje vond ik wel heel erg schattig. En vooral een beetje om over je schouder aan één kant te dragen. Dus dan komt dit altijd van pas. En deze heb ik in de maatje One Size. En dan heb ik nog dit topje. Deze vind ik heel erg leuk. Maar hij schijnt wel door, dus dat is een beetje jammer. Op de aanbeelden heb ik ook een zwarte BH aan. Dus ik raad aan om een huiskleurige BH onder te doen. Nou, waarom zijn hier nou zoveel auto's? Vreselijk. Deze. En dit is ook weer zo'n beige kleurtje. En één, hoe heet dat? Eén schouder. Dus deze. En dan heb ik nog echt super leuk. Deze tracksuit. In het mintgroen. Ik vind deze echt geweldig. Dit is de joggingbroek. En daarbij zit dus een bijpassende. Oh my god, Floor. Dikke foundation vlek. Vaker met foundation aanpassen. Oh, wat erg. Nou, deze kan in de was. Maar een bijpassende sweater. En die kun je dus aantrekken aan de voorkant. En ook weer mega zacht. Dus dit setje. Dat heb ik nog van Chiquel ontvangen. Ik heb ook het gevoel dat ik nog mega veel moet bijpraten. Ik ga mijn kamer nu zo even opruimen. Ik heb trouwens ook een nieuw bed die ik even moet opruimen. Kijk, die moet ik ook even opruimen. Die heb ik van mijn vriendin gekregen. Want, kijk. Oh, dat kan nu niet, want mijn nachtkastje staat er. Maar deze kun je dus uitschuiven en dan heb je een tweepersoonsbed. En dan kan ik hier gewoon met mijn vriend ook gewoon slapen. En het is gewoon heel erg chill, want hij heeft gewoon van die lades. En daar heb ik al mijn schoenen in. Dus ik ga mijn kamer opruimen. En dit ook allemaal. En dan zien jullie zo het eindresultaat. Dit is even weer een hele andere dag. Maar ik heb nog een superleuk pakketje ontvangen. En dat wilde ik even laten zien. Dit is een pakketje van Jessie Jewelry. Of Jewels. JessieJewels.nl. En ik ben hier zo excited over. Helemaal zin in. En ik zal alle linkjes even in de beschrijving zetten. Ik heb namelijk ook een kortingscode voor jullie. Met de code FLOOR20 krijgen jullie 20% korting op je aankoop. En de code geldt een week. Dus ik zal het even in de link zetten. Of in de beschrijving zetten. En dan kunnen jullie daarna kijken. Want ze hebben echt prachtige sieraden. Ik zal het even snel laten zien. Het is pittig veel. Zo, ik zet jullie even ergens anders neer. Want het is echt een beetje grauw buiten. Dus ik hoop dat jullie het zo wat beter kunnen zien. Maar ik heb als allereerst... Kijk nou, dit is toch prachtig. Deze ring in het goud. En hij heeft de opening aan de achterkant. Dus ja, je kan hem gewoon bijna om elke vinger doen. Ik vind dit echt heel erg mooi. Oh ja, deze vind ik ook zo mooi. Dit is een armbandje. Kijk, dit is een armbandje. Het is één armbandje, maar er zijn er twee, zeg maar. Maar ze zitten aan elkaar. Voor een laag effect, zeg maar. Ik vind het echt prachtig. Dus die ga ik hierbij omdoen. Oh, dit is ook wel heel erg schattig. Dit is een ringetje voor je pink. Dat vind ik ook wel echt heel erg schattig. Ja, dan is dit misschien nog wel mijn favoriet. Deze wil ik eigenlijk ook gelijk omdoen. Dit is ook een ring. Kijk nou. Kijk nou hoe mooi. Hij is goud. Met dus zo'n licht witte roze steentje erin. Ja, dit vind ik echt ook weer zo mooi. Deze ga ik ook omdoen. Kijk, hoe leuk. En dan heb ik nog als laatste, ik ben echt verwend, echt super blij mee. Deze twee oorbellen en met een V erin. En ze zijn dus zilver, maar dat vind ik wel mooi met goud in je oor. Die zijn heel klein. Kijk, dit is hem. En die heb ik dus twee keer. Die vind ik ook wel mooi in een vierde gaatje of hierboven of zoals helix. Volgens mij was dat het. Ja, dus hier ben ik heel erg blij mee. Echt super mooie sieraadjes. Dus ik zal even de links in de beschrijving zetten mocht je benieuwd zijn. En dan gaan we nu weer door met de weekvlog. Ik ga nu even before resultaat filmen. Ik ga hier niet in mijn BH zo staan. Dus zo kun je het ook prima zien. Nou ja, ik zelf ben er helemaal content mee. Ik vind het allemaal prima.
Maar misschien dat dit er nog afgaat. We gaan het zien. Maakt me ook niet zoveel uit eigenlijk. Maar dit is in ieder geval hoe het er nu uitziet. Goedemorgen. Ik heb helemaal geen rekening mee gehouden dat ik natuurlijk niet hoef te eten. Dus ik ga nu een half uur niks doen. Eerst het shotje nemen. Ik zie er best wel tegenop tegen heel deze ervaring. Omdat ik dus echt bang ben dat ik het niet te drinken vind. En vooral straks op werk, dan moet ik het dus proeven. Ja, ik zie er gewoon best wel tegenop, maar goed. Ik heb nog een pakketje ingepakt en ik moet nog naar het PostNL-punt brengen, maar die is nog dicht. Dus dat ga ik denk ik vanmiddag doen. Oh my god. En ik durf niet. Ik heb nog nooit een gember shirtje gehad. Oké. Proost op het eerste shirtje. Oh my god. Oh, de helft is nog bevroren. Het brandt. Oh my god, dat brandt. Je mag gewoon de hele dag door water drinken of thee. Dus dat is ook wat ik ga doen. Ik ga mijn bidon vullen met water. En die neem ik mee naar werk. De smaak is echt vies. Bietensap in 10 uur. Goed, ik zit in de auto. Ik ga weer naar huis. Maar ik wil even snel vloggen. Maar ik wil eigenlijk zo snel mogelijk daarmee stoppen, want dan kan ik de airco aan doen, want het is bloedverziekend heet. Het is echt 30 graden of zo. Maar deze dag was vreselijk. Ik was alleen maar bezig met die sapjes. Ik kon me echt niet concentreren eigenlijk. En ik vond het zo vies. Ik vond het zo vies. Vooral die rode om 10 uur 's ochtends bietensap. Nou, ik vind bieten normaal heel lekker, hè. Maar dit als drinken, en er zit ook overal prik in. Is dat normaal? Prik? Nou, ik wist niet wat ik dronk. Dus ja, het is nog even afzien. Ik vind oranje het lekkerst. Die met wortel en sinaasappel. Maar ik heb het allemaal echt niet opgekregen. Dus ik heb nog best wel wat over. Maar ik was echt, het kwam mijn neus uit. Het begon te kokhals gewoon. Ik deel gewoon mijn eerlijke ervaring trouwens. Misschien dat ik gewoon moet wennen. Want ik ben sowieso niet echt van die groentesapjes zoals jullie weten. Want dat heb ik gezegd. Misschien dat ik de tweede of derde dag wel denk, nou, het wordt aangenamer. Maar op dit moment denk ik echt, wat doe ik mezelf aan? Het is trouwens nu ook 4 uur, dus ik ga ondertussen het groene sapje drinken. Let's go. Goedemorgen, het is vandaag alweer woensdag en ik heb me even snel klaargemaakt. Het is alweer 9 uur, ik kom net van Sander toe. Dus ik gooi er nu een shortje in en dan begin ik gelijk met mijn rode sapje. Ik moet zeggen, gisteren was het echt even afzien. Ik vond het echt heel erg vies. Op werk zat ik echt te kokken als gewoon. Het was echt heel erg. Dus ik hoop dat het vandaag beter afgaat. Daarbij voel ik me nog niet per se heel energiek of zo, maar ik denk dat het allemaal even wennen is. En ja, had ik best wel hoofdpijn, maar goed, I don't know of dat daar vandaan komt. Maar we gaan het zien. Ik gooi nu snel het shotje in mijn mond. Gewoon nog steeds half bevroren. Het is toch erg. Het is gewoon gisteren uit de vriezer gehaald en dan in de koelkast gelegd. Alsof de koelkast gewoon te koud is of zo. I don't know. Mijn zus is trouwens net weg, die is naar het strand toe. Echt lekker. Maar ik ga vandaag met Marit foto's maken. Ook al wordt het echt vet warm. Het wordt 30 graden. Het weer oploopt tot 32 graden. Maar goed. Even kijken waar ik iedereen neer ga zetten. Zoals jullie in mijn vorige story konden zien, ben ik bezig met de sapjeskuur van Juice Express. En goh, ik schrik me helemaal kapot. Ik hoor mezelf. Maar ik heb hem op de box boven. Ik dacht al, what the fuck, zijn die mensen of zo? Maar ik ben helemaal alleen thuis. Nou, daar gaan we. Gember shotje it is. Oh mijn god. Dit is trouwens mijn tweede dag dat ik ermee bezig ben. Oh, ik kan er echt niet aan wennen aan die gember shotjes. Dit is niet per se mijn favorietje. Maar goed, ik ga hem opdrinken. Ik ga mijn haar doen. En dan komt Marit er elk moment aan. Vandaag komt trouwens ook nog mijn pakketje binnen van de ASOS. ASOS, whatever. Want ik had nog wat besteld. Maar hier is het outfitje. Ik vind het zo'n leuk outfitje. Ik ga nu echt even mijn haar doen, want ik stoor me eraan. En hier zijn nog wat outfitjes die ik
meeneem. Ook wat voor samenwerkingen, dus die. Mijn haar gesteld. Helemaal leuk. Ik wacht nu op Mar, want die kan echt elk moment komen. En dan gaan we lekker foto's maken. Oeh, die waaien. Ik ben met Mar. En we hebben net al een paar foto's gemaakt. En nu gaan we onderweg. Zo, het is hier warm. Maar we zijn hier bij de regen. Lekker mooi watertje. Prachtig. Heel mooi. En we gaan nog wel even door. Maar oh, het is wel warm, hè? Verschrikkelijk, hoe warm is het? Bijna 30 graden. Nu heb ik echt gewoon zin in een lekker koud wijntje en zo. Maar hey, ik ben aan de sappercuur, dus dat kan niet. Hey, ik heb vlekken. Hier, vlinder. Mat. Mat. Nou, let's go verder. Hier geen wijn hoor. Dit is water met ijsklontjes. Mar heeft het ook, want we hebben echt heel erg veel dorst. Maar nu is het tijd voor de groene. Want het is 12 uur. Hij is gewoon nog bevroren. Hè? Hij is gisteren uitgegaan. Oh. Uit de diepvries. Maar op zich vind ik dat wel lekker. Dat het lekker bevroren is. Hoe staat in de diepvries dan? Mm-hmm. Nou, let's go. Go. Zo, we zijn er weer even wat verder. En Marit is lekker een broodje aan het eten. Helaas. En ik ben zo ver met mijn groene sapje. En eigenlijk moet ik over een half uur alweer de nieuwe. De gele. Maar... ik krijg het gewoon allemaal niet zo snel in. Ik had gisteren ook 1,5 of 2, wat was het, flesjes over. Nou ja, en nu denk ik vanavond weer. Want ik ben nog steeds bezig met deze. Dus het vult op zich wel, maar ik heb echt zin om gewoon even iets anders te drinken. Of te eten eigenlijk vooral. Want ik ben helemaal klaar met die smaken. Echt, het komt mijn neus uit. Maar dat kwam me toch gelijk. Dus ja, dat is Marit is hier nog. En ik ga zo lekker zonnen, denk ik. Dus ga ik ook mijn make-up eraf halen. En dat is de stand van zaken nu. Zo. Toevallig kwam net een pakketje binnen van ASOS. Whatever. Want ik had wel wat besteld. Ik heb gauw namelijk een neonfeestje. Dus dan moet je met neon kleren. Maar ik heb geen neon kleren meer. Dus ik zag deze. En dit is van hun merkje Collusion. Dit is zo'n long sleeve shirt, maar dan als een jurkje. En dan wil ik hier een bikeshot onder doen. Maar dit is dus neon. Pastel neon. Dus dat vond ik echt heel erg leuk. En dan gewoon met een dikke ketting en zo. En gewoon stoere Dr. Martens. Helemaal leuk. Dus. Oké, Marit is weg en ik ga nu lekker zonnen. Maar oh, ik trek het echt niet meer. Dus ik heb even aan cheaten. Een paar aardbeidjes gesneden. Oh, dat smaakte zo lekker, hè? Gewoon even een aardbeidje. Heerlijk. I'm sorry. Can't handle. Maar goed. Ik ga nu lekker buiten zonnen. En dan doe ik om 4 uur weer het volgende sapje. Tijd voor het volgende sapje. Ik ben Sander, want we gaan lekker wandelen. Bij de regen, bij het water. Dus ik wou namelijk sporten vanavond. Ik wilde namelijk sporten vanavond, maar het is veel te warm. Dus we gaan lekker vanavond wandelen. En dan zien jullie me morgen weer als ik verder ga met de sapjes. Goedemorgen. Het is donderdag. Oh, ik ga zo vandaag de hele dag weer in de zon liggen, want mijn hoofd is echt niet bruin. En ik heb gisteren de achterkant gedaan. Dus soort tijd dat ik de voorkant doe. Maar, heel vet trouwens. Ik heb deze laptophoes van Smartphoto gekregen. En met mijn eigen ontwerp gemaakt. Dus dit is mijn eigen ontwerp. Het is een deel van mijn visitekaartje met nog wat polaroids erbij. En hij is echt chill, want hij heeft ook nu echt mega zachte binnenkant. Dus die heb ik opgestuurd gekregen van Smartphoto. Ik ga weer verder met mijn sapjes en ik zou zo even een toelichting geven. Zo, ik zie er ook niet uit trouwens. Ik kom net van Sander. Ik heb bij hem geslapen. En ik heb nu ook geen make-up op en ik heb best wel een beetje pukkels hier. En ik denk dat het door de zonnebrand komt. Want opeens had ik het vanochtend. Maar ja, hè, er zijn wel ergere dingen op de wereld. We gaan even verder over de sapjes. Ik ga nog wel verder met de sapjes, maar ik trek het echt niet meer. Het is nu de derde laatste dag.
En gewoon, ik vond alle sapjes echt allemaal stuk voor stuk heel vies. En ik ben de groene best wel lekker gaan vinden. Maar niet dat ik denk, nou, even lekker sappie. Dat niet, maar dat was wel te drinken. De rode, die komt echt mijn neus uit. En ja, die gele is ook niet echt mijn ding, want daar zit wortel in. En ik vind wortel echt niet te doen. Dus ik trek het eigenlijk echt niet meer. En ik heb ook echt heel veel honger. Want je mag pas om 10 uur je eerste sapje. En elke keer ook met werk, dan ben ik al om 7 uur wakker. Moet ik 8:30 er zijn. Dus dan wacht je 3 uur voor je iets mag eten, zeg maar. En dan is het ook nog eens iets vies, namelijk bietensap. Dus dat krijg ik niet eens door mijn keel. Dus dat krijg ik ook niet op. Dus ja, ik vind het echt heel erg pittig. Ik had het echt niet verwacht. Ik had er echt heel veel zin in om aan te beginnen. Maar nu denk ik echt, laat me stoppen alsjeblieft. Dus ja, ik weet niet of ik het nog heel lang trek eigenlijk. Dus goed, ik ga nu het gembershirtje weer doen. En dan wacht ik tot mijn eerste sapje kan. En ik ga trouwens niet de hele tijd weer laten zien dat ik het sapje ga drinken. Want het is elke keer hetzelfde riedeltje. Dus ja, hè? Ik hou me gewoon aan het schema en dat doe ik. Maar echt, ik kan er niet meer tegen. Ik zat Marit lekker broodje te eten, terug met pasta. Hè? En ik dacht echt, oh, wat lekker. Ik trek het niet. Maar oké. Ik zie wel hoe lang ik nog voel. Als ik echt denk, ben ik klaar mee, dan stop ik echt hoor. Want oh, het komt echt mijn neus uit. Vooral die rode, ik moet er nu echt niet aan denken. Ik denk dat ik in plaats van die rode ook gewoon die groene ga drinken of zo. Wat ik wel wil zeggen is dat je er echt heel erg energiek van wordt. Ik voel me best wel lekker, zeg maar. Dat vind ik heel erg fijn. En ik had volgens mij de eerste avond ook nog wel hoofdpijn gehad. Maar dat trekt ook wel gewoon weg, want je lichaam moet gewoon heel erg wennen. Maar voor de rest zou ik het niet nog een keer doen, want ja, het is gewoon niks voor mij, die gezonde meuk. Oeh. Dus ja, aanraden voor als je op zich wel gezonde dingen lust. En je fit en fijn en een beetje afvallen wil voelen of zo. Afvallen wil voelen, goed verhaal. Geen aanraden als je het gewoon even wil proberen en niet echt van groente houden. Like me. Zo, ik ga lekker nu alvast. Het is al heel vroeg, want Sanne moest heel vroeg werken. Het is 9 uur. Ik heb trouwens echt vet lang omgereden. Want ze zijn hier overal bezig met de weg. En oh, ik kwam helemaal in de knoop. Maar ik ga gewoon al lekker buiten liggen. Moeilijke. Trouwens, dit wil ik jullie echt nog even laten zien. Want kijk, nou, zoals jullie weten ben ik fan van deze scrub en rub line. Ik heb een keer met haar samengewerkt en vervolgens ben ik zelf bestellingen bij haar gaan doen. En nu hebben we weer een te leuke samenwerking. Jullie kunnen namelijk dit hele pakket, het waren van 150 euro volgens mij, is het 150 euro of 200 euro, kunnen jullie winnen. Even kort maar krachtig, wat zit erin? Er zit mijn favoriete scrub en rub line in. De body lotion, de body scrub, de foam, dat is echt zo'n chille foam. Oh, dat is een room spray en daar zit dus de voor in de douche een lotion en een foam. Dan een parfum van Lancôme, die ruikt daarna en nog allemaal andere soorten parfums. Dat zijn echt bekende parfummetjes. En echt van alles zit erin, dus dit pakket kun jij winnen. Nou ja, mocht jij mee willen doen, ga dan even naar mijn Instagram account, dat is @floordelver. Want ik wil jullie dus heel erg bedanken. Omdat ik de 10.000 abonnees heb gehad. En dat wil ik door middel van een grote winactie doen. Dus één iemand kan dit hele pakket winnen. Echt, oh, met al mijn favoriete producten erin. Echt te leuk. Dit is dus in samenwerking met de Beauty Salon Unique in Ommen. Dus ja, check even mijn Instagram account mocht jij dit willen winnen. Want hij komt online of hij staat al online als je dit ziet. Nou, en zelf om mijn collectie nog iets uit te breiden heb ik... Dan heb ik nu ook echt alles. Super chill. Ik heb namelijk van de Magical line van de Scrub & Rub. Die vind ik het lekkerst. Dan heb ik dus een vet grote body scrub nog gekregen. En de body butter, als het goed is. Even kijken. Yes, dus nu heb ik echt alles van hun. Dus ja, dat is echt super chill. En al mijn favorieten zitten dus in dit pakket. En dat kun je winnen. En de eindstand is... Zo, daar ben ik weer. Het is alweer heel wat later. Het is 4 uur en ik ga zo onderweg. Maar ik heb het ten eerste hartstikke goed volgehouden. Vind ik zelf. Ik bedoel, het is gewoon de derde dag. Bijna avond. Dus ik ben wel te trots op mezelf. Maar ik ga vanaf nu stoppen. Ik trek het echt niet meer. Het komt mijn neusgaten uit. Het komt overal uit. Nog net niet letterlijk. En ja, ik heb er gewoon echt geen puff meer voor. Ik moet zeggen, ik voel me echt energiek. En dat vind ik best wel bijzonder dat het kan door sapjes.
Dus het sapje van 4 uur ga ik skippen en die van 6 en 8 uur. Dus ik had eigenlijk nog 3 sapjes gemoeten. En ik heb ook nog wat over van net. Dus ja, elke keer heb ik er elke keer ook wel wat over. En dat had ik volgens mij gelezen dat dat ook best wel normaal is. Dat je dan gewoon best wel vol raakt. Ik moet zeggen, je raakt ook wel vol. Ik had niet echt zin, zeg maar, dat ik echt dacht, oh, ik heb zoveel honger, dit, dat. Maar in de ochtend wel. Dan had ik echt trek. Want je moest gewoon best wel lang wachten. Want ik werd best wel vroeg wakker altijd voor werk. Dus dan moet je gewoon best wel lang wachten voor je iets mag eten. Dus ja, uiteindelijk viel het me nog best wel... Nee, eigenlijk niet. Het viel me best wel tegen. Ik wil zeggen, viel me best mee, maar dat is echt niet waar. Ik heb net ook mezelf gewogen en ik woog 61,9. En ik woog volgens mij 63,4. Dus dat wil zeggen dat ik in 2,5 dag 1,5 kilo ben afgevallen. Dat vind ik best wel veel. Want ik wilde zelf niet per se afvallen, maar goed, dat hoort er nou eenmaal even bij. Maar goed, dat komt er toch wel weer dubbel en dwars aan, want ik ga gewoon weer lekker eten natuurlijk. Maar ja, ik raad het wel voor je aan als je gewoon lekker fit wil voelen en energiek. Dan is het echt een goeie, echt oprecht. Maar qua smaak is het gewoon zo niet mijn ding. Het is veel te gezond voor mij. En ik had natuurlijk ook niet anders kunnen verwachten. Want hè, sapjes met groenten, dat is natuurlijk ook gezond. Dat wist ik ook wel. Maar ja, ik weet niet. Ik dacht er veel te makkelijk over. En eigenlijk vond ik het best wel moeilijk. Dus 1,5 kilo afgevallen, dat was natuurlijk niet mijn doel. Mijn doel was om me lekker te voelen en dat voel ik mij. Dus in dat opzicht zou ik het zeker aanraden ook. Ook voor het afvallen hoor, maar dat was niet mijn doel. Maar voor mezelf meer. Dus of ik het vaker ga doen, weet ik niet. Ik denk het niet, puur omdat ik het echt niet zo lekker vind. Maar ja, als ik me echt even naar voel of zo, dan is het zeker wel goed voor je. Ik kom gewoon niet meer uit mijn woorden, joh. Ik kan niet wachten om straks mijn eerste hapje te eten of iets. En vanavond, dat is trouwens de reden dat ik dacht, weet je, fuck it, ik stop ermee. Ik ga naar mijn vader. Ik ben elke donderdagavond bij mijn vader. En Lies gaat mee, dat is mijn beste vriendinnetje. En dan gaan we lekker barbecuen. En ik dacht echt, ja, ik ga daar niet met mijn sapje bij zitten. Dus ik dacht, joe, ik ga mee barbecuen. Dus ik ga lekker een worstje eten, weet ik allemaal wat we gaan eten. Dus helemaal zin in. Dus dat. Oh, ik ben bevrijd. Heerlijk. Kort maar krachtig. Ik raad het zeker aan. Je gaat je er heel lekker en eigenlijk heel energiek van voelen. Dat is echt toppunt aanrader. En je valt er dus ook wel wat van af. Minpunt, het is niet zo lekker. Vind ik natuurlijk. Iedereen heeft andere smaken, maar ik zelf vind het niet lekker. Uiteindelijk had ik verwacht, voor ik begon, dat ik de rode het lekkerst ging vinden. Dat is met die bieten. En dat ik daarna de oranje het lekkerst zou vinden en daarna pas de groene. Maar uiteindelijk is mijn top 3 heel anders geworden. Top 1, op nummer 1 staat sowieso de groene. Die vind ik echt best wel lekker geworden. In het begin vond ik hem echt heel vies, maar nu drink ik het gewoon zo weg. De tweede is de wortel, dus de oranje. En de derde is echt de biet. Terwijl ik bieten heel lekker vind, dat sapje is echt niet te doen. Dus, dat was mijn verhaal. Ik ga er nu vandoor, dus ik sluit nu ook de vlog af. Ik zou zeggen, check even de beschrijving en gebruik mijn kortingscode FLOOR voor 10 euro korting met 3 gratis schermbeshirtjes. In de beschrijving zou ik even de website linken waar ik dit allemaal heb meegedaan van Juice Express. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie tot de volgende video. Bye! Oh, en trouwens, mocht je een afterfoto willen of willen zien hoe dus mijn lichaam er nu uitziet. Dat is eigenlijk dus de foto die in de thumbnail staat. Ik vind zelf dat het wel iets strakker uitziet eigenlijk. Maar het is niet dat ik denk, hier wil ik me aan houden of zo. Ja, ik voel me wel gewoon prima ook in mijn andere lichaam. Ik zie niet heel veel verschil. Dus ja, ik ben er gewoon helemaal blij mee en helemaal goed zo. En als je zo. En ik zie je denken, Floor, hoe kun je de laatste avond van het hele proces stoppen? Barbecue made me do it. Oh man, soms haat ik mezelf zo erg. Dikke box aan. Ik stond echt op het punt om weg te gaan. Dus ik had mijn box vet hard in de gang voor de deur gezet. Zo van, die moet ik meenemen naar de auto. Ging ik nog even snel naar de wc. Dus ik zat op het toilet met de deur open te genieten met de muziek. Gaat de bel? Dat meen je niet. Dus ik snel doorspoelen. Hoppa, en de deur open doen. Was het dus de pakketbezorger. Die zou wel denken, kel, dikke disco. Top.